This just in, the marathon has been cancelled. Aimed at slowing the spread of coronavirus. Oktober is niet haalbaar vanwege die anderhalve meter regels. En voor de samenleving als geheel ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen. This year's marathon is quite special because it is a virtual run. Het is natuurlijk wel fantastisch met zo'n race, dat er zoveel mensen langs de kant staan. Ik ga dat zeker missen. Dat het toch nog steeds kan, dat is nog belangrijk. When you run your first marathon, obviously you are very nervous. Ik ben niet echt een hardloper. Knokken tegen jezelf. Ja, nu is het moment in mijn leven dat ik kan bewijzen dat ik ook die onmenselijke prestatie kan leveren. First half marathon is always the easier part. I try to mentally have certain blocks of distances that I try to conquer. Dan ben ik veel meer bezig met mijn ademhaling, met mijn tempo. Maar als ik eenmaal in die flow zit, is er ook weer ruimte om je gedachten de vrije loop te laten. The second half, it is a moment of struggle. After 30 kilometers, you could hit the wall. Hit warm en dan ben je moe en dan... Your body and mind are fighting against each other. Je moet er even doorheen. Eventually, the mind will win and the body will cooperate. Dat je denkt van, nou, dit kan ik. It teaches you that you can achieve much more and succeed against the world. Ik heb heel grote steun dat ze mij zeggen, ja, we gaan het doen, we gaan het doen. Zorgen dat je toch die grens weer net een stukje opschuift ten opzichte van de vorige keer. When you complete your marathon, all the pain is forgotten. Ja, dan geeft dat een enorm gevoel van voldoening. Super inspirerend en mooie ervaringen. Het is uniek. At the end of the day, the spirit of Amsterdam Marathon remains.